Goedemiddag allemaal, wij zijn Snelle Sabrina en Trage Tina. En wij komen gedurende heel het schooljaar eventjes bij jullie langs om een babbeltje te doen over het verkeer. Want wij merken op de straat hier en daar toch wel serieuze pijnpunten. Is het niet waar, Tina? Dat is waar, Sabrina. Ik merk dat elke dag. Elke dag ga ik met mijn fiets of te voet naar mijn werk. En elke dag word ik bijna van de straat gereden. Auto's, auto's, auto's dat er op die straat rijden. Manneke, dat kun je je niet voorstellen hoeveel dat er zijn. Oh, en dan heb ik nog niet gesproken van over hoe snel dat die auto's rijden. Kun je je niet geloven? Ja, Tina, maar dat is een beetje het fenomeen van deze tijd natuurlijk. Iedereen heeft altijd maar druk, 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 druk. Ze gaan hun kinderen naar school voeren, ze gaan zelf werken, dan gaan ze de kinderen van school halen, ze voeren de kinderen naar de hobby, ze gaan dan zelf nog een beetje sporten. En dan tussendoor moeten ze nog koken en eten, hè? Altijd maar rap, 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 rap. Ja, of problemen, Tina. Ja, dat is waar, jammer. Hé, hey, en al die uitlaatgassen in die lucht, man, stinken dat doet. Dat is niet gezond, zonne, voor de jeugd van tegenwoordig. Eigenlijk, hè, zou wel die jeugd eens wat meer met hun fiets of te voet naar school moeten gaan. Hè? Dan hebben die s'avonds al een beetje, en s'morgens natuurlijk ook al wat sport gedaan, zodat die s'avonds na het school wat minder sport zou moeten doen. En dat maakt een dag al wat minder druk, druk, druk. Dat is waar, Tina. Goede opmerking. Tina, weet je trouwens dat het deze vrijdag strapdag is? Strapdag. De dag van het jaar. Dan is het wat rustiger op de baan, wat minder auto's. Iedereen die te voet gaat naar school of met de fiets. Oh, feest. Dan ga ik heel de dag op de straat met mijn fiets. Zalig, zo rustig, veilig. Dat zou elke dag strapdag moeten zijn. Echt fantastisch, dat is toch gewoon. Ja. Zeg maar, Tina. Heb je dan een ideetje hoe dat we de jeugd zo kunnen bereiken om die boodschap dus over te brengen? Dat is een goede vraag. Ja, ja. Ja. Anders moeten wij gewoon naar die school gaan, hè? En dan gewoon gaan zeggen van, kom mama, pak de fiets of ga te voet naar school. Ja, goed idee. Ik ken zo een toffe school in Ranst. Dat is nu wel een eindje van hier, Tina. Maar we springen op onze fiets en we zijn daar direct. Ho, 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 Sabrina. Hé, je weet dat ik niet van de snelste ben, hè? Ja, ja. Ranst, dat is een heel eind van hier, zo, hè? Tegen dat ik in Ranst ben, hè? Dan is het kerstmis. Ja, dat is waar. Daar heb je een punt, dat is waar. Een ander idee misschien, of een andere oplossing? Ik weet het. We gaan mee met onze tijd. We pakken, we maken met die jeugd een filmpje. Oh ja? We zetten dat op onze computer en we sturen dat een digitale wereld. Een digitale wereld? Maar ja. Tina, je hebt vandaag precies goed uitgeslapen, een kind. Zeg je zo buiten, pinko. Ik verschiet er een beetje van. Dat is echt een prachtig idee. We maken het hier, we maken een promo. Schoon gezicht. Een promo. Een filmpje waardoor de jeugd zich echt aangesproken voelt. Misschien, moeten we daar een dansje bij doen. Zo een strapdans. Ja, een strapdans. En dan de juf of de meester tussen al die saaie lessen door zeggen, ja, stop! Tijd voor een bewegingsmomentje. En dan kan de jeugd dus oefenen om die dans te leren tegen volgende vrijdag voor de strapdag, Tina. Je snapt ze. Ik ben helemaal mee. We doen dat. We doen gewoon. Goed. Ja. Voilà. Een dans. Ja. Wel, wij gaan vooral een strapdans maken. We sturen dat filmpje zo dadelijk door. En dan is het aan jullie om heel dat goed te oefenen, 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 oefenen. Oké? Dat is goed. Afgesproken, Sabrina. Lieve mensen, dit waren Snelle Sabrina. En Trage Tina. Tot de volgende keer met meer verkeerd. Dag!